Good morning! Wauw, leuk dat ik nog eindelijk een vlog heb gemaakt, jongens. Vandaag ben ik met de boys van de hoed. Vandaag zijn we, jongens, kijk maar even mee. Bart Smit. Oh man, het voelt altijd zo goed om een Bart Smit binnen te lopen, jongens. Oh, ik weet niet wat het is, maar ik ben benieuwd of ze die hebben. Oh, ik dat is niet kijk, goed ik, genoeg, man. Ik kijk hier gewoon het hoekje om. Nou ja, het is niet anders. Eigenlijk is dat echt 9 euro, man. 9 euro? Je moet het echt fixen, man. Kan je dat netjes lenen? Kan je geen katten asiel gewoon heen gaan? Kan je niet gewoon even naar het asiel gaan en zeggen van, joh, ik heb een kat nodig? Wat is dat nou van, waarom lach je nou zo? Normaal. Dat komt niet goed over. Hoezo niet? Oh, met je, ja, je moet dat teruggeven zeker, hè? Shit, niet, ja. Hij zou wel een kat hebben. Waarom eet je al komkommer in de winkel? Dat is lekker. Dat is echt ook zo geen. Ja, toch? Moet je ook een stukje, mevrouw? Gymlife. Wat ook Gymlife, een stukje. Overal. Deze man. Nou, neem me die. Wow, mooi gevangen. Ja, catch hem. Oh, is joh. En dan moet je het ook gewoon netjes. Oh, sorry. Gaat jij die kopen misschien? Nee. Oh nee, ik wel. Oké, perfect. Jezus. Maar weet je wat vloggen is? Nee, dat weet je niet. Oh, hoe dan ook, jongens. We wouden dus hier. Ja, waarom zijn we gek? Dat ten eerste, nou, omdat Dominique hier woont. Dominique, die jongen die daar staat. Die jongen die jullie al vaak in mijn vlogs gezien hebben. Jezus, waar ik kan ook gewoon nooit serieus filmen als hun niet bij zijn. Geen geld, geen gank, maar wel honger. We hebben weer een nieuwe video op 3Dubbel, jongens. Een nieuw idee. En daarvoor hebben we dus een kat nodig. Oorspronkelijk wouden we echt zeg maar een originele kat hebben. Die we dan gewoon echt konden gebruiken, snap je? Nu, dat kan dus niet, want ja, niemand geeft een kat mee, helaas. Maar nu hebben we dus gewoon een speelgoed katje en kijken of het daarmee lukt. Ja, dan doe dat in... Hey, stel je voor, als hij dan gewoon zo op het dak ging, dan had je niks meer. Nou, ik hoop dat jullie een superleuke dag hebben gehad vandaag. Ik wil even weten hoe jouw dag precies was. Hoe zag jouw dag eruit? Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Wat heb je allemaal, wat wou je gaan doen? Wat is er misgelopen? Dat soort dingen. Zo, tweede stop voordat we naar Duitsland aftrekken. En dat is natuurlijk altijd een supermarkt. En jongens, ik kan het niet blijven zeggen. Albert Heijn blijft en hoe dan ook is en blijft mijn favoriet. Met alles. Ik kan niet naar een Lidl gaan. Jij wel? Ik weet niet wat dat is. Nee. Albert Heijn is aantrekkelijk. Ik vind dat ook. Ja. En hoe dan ook hebben ze altijd iets aantrekkelijk in de winkel wat je dan automatisch wil meenemen. Juist. Hallo. Marina. Fijne dag Marina, hoop dat u een hele leuke dag heeft. Albert Heijn. Oh, deze is wel mooi groot hoor. Oh, met kerstmis, jongen, ik ga eten. Voor de duidelijkheid jongens, dit is sugar free. Er zit geen suiker in. Wow. En dan gaan we hier iets verder. Jongens, mag ik even vragen wat jullie gaan doen zijn hier, want er is niet toegestaan zomaar. Wat? Filmen? Filmen. Nee. Je mag jezelf wel filmen hoor. Ik film. Ja, maar je bent er mijn zaak in filmen. Stap uit je auto! Oh, stel je voor dat ik een Duitse vlogger was. Stel je voor dat ik een Duitse vlogger was. Ik heet Alwin, ik leef in Duitsland. Hoe zeg je dat? Duitsland. Ja, leuk. We hebben een nieuw statief gevonden. Zet je kan. Oh, die mensen staan daar te kijken, joh. Hoe dan ook, is de kerstversiering mooi en eigenlijk heel goed verzorgd. Deze man moet heel drank plassen. Ja. Wat nou als je hier gewoon in het midden gaat staan en dan gewoon zegt van, hier ga ik plassen. Bluff dan. Ik heb hem je fucking job. Ik dacht, je gaat het echt doen. Ik dacht, je gaat het echt doen, man. Jezus Christus. Goed, jongens, wij zoeken nu een gepaste locatie waar wij deze video kunnen maken. Natuurlijk is dat het beste voor een plein. Want een plein komen veel mensen. Kan je camera goed verstoppen. Ik ben hier op schoolreis geweest. Oh ja, klopt. Nu ken ik het ook hier. Ho, is. Ik kom nu toe. Wacht eens. Hier zijn we geweest voor een keer op school. Ik weet het, ja. Die dome hier ook. Ik ken het nog wel. Oh, daar is Starbucks. Ja, ik weet het. Ik wist het nog allemaal. Alsof zo'n politiebus pist.
niks van. Wat zegt hij ook nog gewoon? Hoe gaan we je ooit filmen? Hoe ga ik je ooit in mijn leven filmen? Dat kan helemaal niet. Haak is wel mooi, ik zeg het je eerlijk. Linda Blauw is mislukt. Ik heb, weet je wat ik het gevoel heb? Dat we eigenlijk gewoon voor een vlog komen in plaats van eigenlijk een oorspronkelijke video. Dat is echt mooi, joh. Aachen City. Aachen Centrum. Kijk wat het geeft. John is de danse La Banta. Dit hier, jongens. Dit wordt de plek waar we het gaan doen. Dit hier. Ik denk dat dit wel een heel goede plek is voor ons allemaal. Allee, ik moet even kijken om nog gewoon een statief op te plaatsen of neer te zetten. En dan gewoon hier zeg maar heel dat deze plek hier gewoon achter even te filmen. Maar dit wordt dus de plek wat we gaan doen. Boys, ik denk dat het gewoon best is dat we het hier gewoon doen. En dan gewoon hier gewoon helemaal rondkijken. Oké? Okay? Dan gaan we het even opstellen. En dan gaan we steenpjes schaden, die moet als eerste. Ik wil eerst even een voorspelling. Welk gevoel heb jij die eerst? Ik heb het gevoel Aachen. Ik denk Niek. Ik denk Niek. Ik denk Niek. Holland. Holland, stop. Oké, okay, daar komt ie. Degene die het eerste interview moet doen. Steenpjes. Jullie twee. Ja, dat is jullie twee. Ik denk dat het Roland wordt. Ja! Jij moet het als eerste gaan doen. Oh, serieus. Jij moet het pushen gaan doen. Oké, jongens, ik heb alles even klaargezet. We zijn helemaal klaar voor de oorspronkelijke video op 3-dubbel. Roland gaat als eerste, Niek gaat met dit zijn taak doen. En dan gaan we kijken wat het gaat geven, jongens. Goed? De opnames gaan in volle gang. We hebben wel een paar leuke fragmenten gehad en een paar minder leuke. Maar goed, dat hoort bij een ouderwetse leuke prank. Wat wil ik nog zeggen? Er was nog één ding wat ik gezegd. Het is op te klimmen even, maar goed. Yo, look. I'm here with my girls. How you doing, girls? Hey. You look good. Thank you. Oh god. Why are you so shy? Nog gedacht dat we in twee keer hetzelfde restaurant toekwamen om gewoon even te plassen. Er zit echt als een marol hier gewoon in de stoelen weer, zie je. Ja, ik weet het ook niet, maar hun zijn gewoon weer aan het plassen. Ik bedoel, het moet ook gebeuren. Het is niet zo dat ik hier zit om niks te doen, maar de video is wel gelukt. Hoe dan ook, maar we gaan dadelijk terug naar België, naar Nederland, hoe je het wil noemen. Daar ga ik nog even eten. Weet je dit, jongens, ik kan alleen maar geen Duits, hè. Ik kan alleen maar geen Duits. Leuk, jongens, leuk. Terwijl ik helemaal in Duits kan, komen gewoon Duitse kinderen met mij praten. Maar goed, anyway, kijk even hoe we hier zitten. Kijk gewoon even. Camera, waar we de preek mee opgenomen hebben, ziet er zo mooi uit, hè. Tralies microfoon, die is voor de ontvangen. Hier ons pushen. Man, deze bank zit er lekker, ouwe. Is echt lekker. Oh, die zetels zijn er echt chill. Ja, man. Yes. Hey, ik zit best lekker, hoor. Boys, denken we dat we een ticket hebben of niet? Nee, joh. Nee. Ik hoop het niet, maar je weet nooit, hè. Ja, man. Die Mazda. Ik betaal toch niet, man. Als ze een ticket hebben, dan komen we toch nog meer. Yes. We are clean. We hebben niets. Niets betalen. Dat is free. Moet het deurtje dicht of niet? Ja, man. There we are. Hier zijn we weer. Bij de mooiste familie van België en Italië. Goeiedag. Bye bye. Wat was ook weer Els? Alles oké. Okay. Wat is het Els ook weer? Els. Juist, ik heb nog een. Hey, dat wou ik wel, hè? Hey. Kom, ik wou naar boven komen om je te laten rusteren. Hij is al aan het editen. Dat is goed, man. Goed, hè? Laat doen. Kijk hem. Hoe is het? Zo. Gaat hij op schrijven? Ik ga alleen. Nee. En wat? Alles goed, man? Ja, met jou ook? Een leuke video opgenomen. Ja, maar echt, dat is leuk. Zit je nu aan het filmen? Ja. Zo. Hoezo? Ja, dat maakt niet uit. Zo. Kijk hoe ik eruit zit, joh. Ik zit er ook uit als een halve mafkees. Oh. Nee, we hebben een leuke video gemaakt, man. Ja? Echt, dat is zo grappig, maar ja. Vond ik moet je ook een keer meegaan.
Guys, we made it home. Oftewel, we zijn thuis geraakt. We kijken wat die shit te eten, jongens. Ga ondertussen even de kamer opladen, jongens. En dan spreken jullie in de volgende shot wat voor jullie nog geen 2 seconden duurt. En wat voor mij misschien wel een uur duurt. Ik weet het ook niet. Maar goed, tot straks. En dan zeg je dat je de vlog nog gaat verder zetten. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo. Man, ik was dood. Ik was letterlijk dood. Ja, mij kreeg echt niet meer wakker. Maar goed, jongens. Anyway, dit was de vlog van vandaag. Hopelijk vond je het een superleuke video. En natuurlijk vergeet niet de hoofdvideo te bekijken op 3 deel. Want daar gaat het tenminste om. Daar ging het tenminste om. Hoe dan ook. Roland, vond je een leuke dag gisteren? Zeker, man. Was leuk, toch? Sowieso met Nick erbij. Met Nick erbij, jongens. Dan is het... Oh, kijk maar even zo. Als Nick erbij is, kan je altijd lachen. Dominique heet je eigenlijk, maar wij noemen hem Nick. Omdat zijn naam veel te lang is. Natuurlijk, je hebt ook een kanaal. Ik heb het al vaak genoeg gezegd. Abonneer op hem. Abonneer op ons, abonneer op Roland, op Aaron, op weet ik van wie. Abonneer op wie je moet kijken op YouTube. En dan spreken jullie heel snel bij een nieuwe vlog. Er komt nog een leuke video tussen Roland en mij. Die video komt hoe dan ook heel snel online. Dus vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je niks wilt missen. Vergeet zeker niet meldingen aan te zetten op je smartphone, zodat je helemaal niks meer mist. En dan spreken jullie heel snel bij een volgende video. Peace out. Wat ben ik stoer met deze cap. Later boys, ik spreek jullie, ik hou van jullie.